De Boy Edgar Prize 2022, de meest prestigieuze Nederlandse Jazz Award, is van grote betekenis voor Suriname, vooral voor de muziekwereld. Dit vertelde de winnaar van de prijs, Ronald Snijders, vandaag aan journalisten tijdens een meet-and-greet evenement in de Reditex Art Gallery. Het evenement is gehouden in het kader van het binnenhalen van de grote muziekprijs door Snijders. De jazzfluitist zegt dat Suriname het recht heeft om feest te vieren. Ik vermeng Surinaamse muziek in mijn jazzmuziek. Dus het is niet zozeer alleen voor mij is geweldig, het is voor de Surinaamse muziek, de Surinaamse gemeenschap, al mijn collega's, mensen van het Surinaams conservatorium, mensen in Nederland die ik ken, als Robbie Alberga bijvoorbeeld, als Denise Jana. Het is voor ons allemaal is het een heel groot moment en ik geef er heel duidelijk gestalte aan. Snijders zegt dat het dit keer de beurt is aan Suriname om in de schijnwerpers te staan met een grote winst. De muzikant merkt op dat hij niet alleen in Suriname, maar ook in Nederland zeer gewaardeerd is. Ik heb heel veel gedaan in de afgelopen 3 jaar, ondanks corona. Muziek voor de slavernijfilm. Ik heb een tournee gemaakt met het Concertgebouw Jazzorkest, Kaseko Time the Story. Was heel leuk. Ik heb muziek ook voor andere filmen gecomponeerd. Zelf componeer ik heel veel muziek, wel 2 muziekstukken per dag. 180 in de afgelopen 3 maanden bijvoorbeeld. Maar volgend jaar wordt mijn vader Eddie Snijders, mijn grootste inspirator, die zou 100 zijn geworden, zijn 100ste geboortedag, 12 mei. En daar wil ik ook wat aan doen en voorbereiden, dus daar ga ik ook wat gesprekken over voeren. Eddie Snijders. Snijders merkt tenslotte op dat het Eddie Snijders Orkest, welke enige tijd op non-actief gesteld was, weer zal optreden. Verder zegt de muzikant dat hij zich zal inzetten opdat een documentaire over het leven van zijn vader Eddie Snijders wordt gemaakt.